Het aanbod van en de vraag naar hulp in de regio is vanaf dinsdagnacht gebundeld op de website Corona Hulp Achterhoek. Het digitale platform is ontstaan vanuit een Facebookpagina die in 2 dagen tijd groeide tot meer dan 10.000 leden. Volgens de makers tekenend voor hoe Achterhoekers omgaan met de coronacrisis. Ik hoor heel vaak mensen over een individuele samenleving, maar ik denk dat we hiermee bewijs hebben gegeven dat vandaag de dag niet aan de orde is. We zien ook al dat 200 accounts zijn aangemaakt, meer dan 200 accounts inmiddels. Dat er meer dan 50 hulpvragen zijn en hulpaanbod is ingeschoten. Dus ja, het platform gaat wel zijn werk doen en heeft al resultaten. Dat is goed. Want wat bieden Achterhoekers daarin allemaal aan? Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Er wordt babyvoeding, er wordt soms zelfs borstvoeding aangeboden, wat dan eigenlijk wel eerst onderzocht moet worden. Dus mensen zijn wel alert op elkaar, informeren elkaar. En ik denk dat dat een heel mooie situatie creëert. Hoe kijken de gemeentes hiernaar? Want daar heb je ook contact mee gehad. Ja, de gemeenten zijn super trots. Er zijn natuurlijk meerdere initiatieven dan wij alleen. Wij spitsen ons natuurlijk echt op de burgers die hulp kunnen bieden aan elkaar. Maar je ziet natuurlijk ook initiatieven van Achterhoekers waarbij bijvoorbeeld bezorgdiensten worden gebundeld voor de horeca. En ik denk dat de gemeente dat echt omarmt. We krijgen wat dat betreft vol lof, dikke duimen omhoog. Waarbij ik eigenlijk die dikke duimen wil doorgeven naar alle Achterhoekers. Want volgens mij hebben we dit met elkaar opgezet. En wat hoop jij dat dit gaat betekenen voor de Achterhoek? Ik denk dat dit gewoon een bewijsstuk is van hetgeen wat al jaren hier geroepen wordt vanuit deze regio. En ik denk dat heel Nederland daar momenteel naar aan het kijken is. Want we krijgen ook steeds bredere publiciteit. En ik denk dat ook iets is wat we graag teruggeven als jongens. We mogen trots zijn hoe we het met z'n allen aanvliegen. En wat denk je dat zegt over deze regio? Nou, dat we, als we deze crisis voorbij zijn, dat we ons op de borst mogen slaan. En dat we misschien ook wel eens moeten gaan kijken of we het platform in ere moeten houden. En misschien sowieso moeten zorgen dat het een platform is dat verbindt.